Vorige week moesten we helaas de passage van onze gadget-goeroe missen, want hij heeft het over een robotstofzuigertje gehad. Ja, Leen was wel onder de indruk, hè? Absoluut. Amai, en ze had echt een band. Ja, dat is bizar, hoor. Ze zei, allee, kom. Ja. En dat was heel mooi om te zien. Ja. En heb je vandaag nog zoiets koddigs mee? Ja, wel, ik vind het er toch wel koddig uitzien, geef toe. Hè? Is wel mooi dingetje. Stylish. Ja, hè? Wel, we hebben het al een paar keer in deze rubriek gehad over die Internet of Things. Ja. Dat is eigenlijk, wil dat gewoon eenvoudig zeggen, dat er meer en meer dingen geconnecteerd zijn op het internet. En zo zijn er dus de jongste tijd een aantal toestelletjes gelanceerd. Wat ik hier bij me heb is, je ziet het hierop staan, de iSmart Alarm. En dat is dus zo een alarmsysteem dat eigenlijk gebaseerd is op die Internet of Things en dat je zelf kan installeren. Dat is een mooi ding. Ja, het ziet er eigenlijk wel stijlvol uit. Het systeem bestaat uit een aantal toestelletjes waarmee je dus zelf je hele huis kan beveiligen en ook in de gaten kan houden. Nu, kan je afvragen, ja, wat is daar dan speciaal aan? Wat is er zo speciaal aan? Ja, wat is daar zo speciaal aan? Goeie vraag. Wat er zo speciaal aan is, de prijs en het gemak waarmee het aansluit. En aha, dat is echt wel. Dat hoor ik graag. Ja, aan een alarmsysteem zou je denken, ik begin daar niet aan. Ja, nee, dat is met kabels en je moet allerlei speciale dingen kennen. Ja. Wel, dat is hier dus niet het geval. Die bewegingssensor, ik heb hem aangesloten, die werkt op batterijen. Dat is al makkelijk. Je moet geen stopcontact, geen elektriciteit, ook geen kabels trekken of whatever. Want het werkt dan ook nog eens op wifi. Dus je hebt wifi, je hebt batterijen en je kleeft het gewoon tegen de muur. Je hebt je app en je zegt, ik heb een bewegingssensor. Je voegt die toe en het werkt. Allee. Zo simpel is dat? Ja, echt zo eenvoudig. Zoals ik het nu vertel. Je moet het wel kleven en zo natuurlijk. Mm-hmm. Een paar minuten en het is gefixt en het werkt. En vanaf dat ogenblik geeft dat ding echt een melding van, oké, er is hier beweging in de ruimte. Ja. Dus dat is echt geweldig handig. Nu, deze camera... Die kan ronddraaien precies. Ja, die camera die heeft een motortje inderdaad. Ja. En dat is dus ongelooflijk, want je kan op afstand kan je zeggen, oké, kijk eens daar in de ruimte. Allee. En die kijkt ook met zijn oogje naar boven en naar beneden. Dus je kan echt de hele ruimte. Nu, wat nog speciaal is aan deze camera, is dat van zodra hij beweging heeft gedetecteerd, dan blijft hij dat volgen. En het is ook een HD-camera, dus de beelden zijn echt super scherp. Dus je kan perfect zien wat er exact is gebeurd. Nee, dan kan je de baby zit in de gaten houden ook en zo. Maar je zegt daar iets. Ja, maar zodra je dat hebt in huis en je denkt, vrouw, als je niet thuis zit, er is iets aan de hand. Wat kost het ding? Je hebt een volledig systeem met een camera. Een iets eenvoudigere camera dan dit, maar met een aantal sensoren erbij. Mm-hmm. En dat kost, en een sirene, dat is er ook bij. Dus je kan zelf instellen vanaf als die sensor is geactiveerd. Ja, dan moet er iemand in huis zijn. En dan mag je de sirene laten loeien. €175. Maar? Ja, dat is echt, dat is bijzonder weinig. Ja, professionele alarminstallatie is toch veel duurder. Minstens een tienvoud, denk ik. Ja. Ik ken daar niks van, maar dat is toch een heel stuk duurder. Nu, deze camera is iets duurder, moet ik wel zeggen. Die kost €200, maar is dus HD. Volgt ook die objecten en zo. Ja. Dus is iets duurder, maar ja, als je dat er ook nog bij neemt, ja, dan heb je nog altijd een volledig volwaardig alarmsysteem voor minder dan €500. Wat zeggen ze in de buurt van Genk? Shake is mij dat. Ja. Echt? Ja. Fribas. Ja, dankjewel hoor.